Een verfrissende duik voor iedereen die de schepen aan de Bomkade weet te vinden. Midden in het centrum van Dordrecht een ideetje van twee schippers. Ja, we liggen 3 weken stil. En ja, met dit weer is het natuurlijk helemaal super. Behalve die hond. Nou, niet verkeerd. Zo dichtbij een lekker voor verkoeling deze dagen. Wat maakt deze plek leuk? Het is anders. Het drijvend zwembad trekt vooral veel op bekijks. Maar dat iedereen er gratis en voor niks mag zwemmen. Nou kijk, zondag kwamen we. Ja, het was hier heel eenzaam. Het zag er heel eenzaam uit dus. Dat gaat nu allemaal veranderen. De temperaturen blijven zomers, dus neem vooral een duik op eigen risico. Want dat vind ik toch wel een belangrijk punt eigenlijk. Ik bedoel, als hier iemand onderuit gaat of dat glad is, ja, dan zeg ik ook van het is gewoon op eigen risico. Het drijvend zwembad beschikt zelfs over golfslag voor de liefhebbers. Ja, we spoelen even het water een beetje schoon. Gewoon buitenboord water. Dan met de kopschroef kunnen we hem daarmee vullen. Geen openingstijden, geen abonnement en ook honden zijn welkom. Zolang de vakantie van de schipper duurt.